Heel goedemorgen, welkom bij deze marktupdate van BNP Paribas. Zoals verwacht bracht expiratie her en der nog wat extra beweging in de markt. In de VS gaven de indices rond een procentprijs. De schrik naar de boodschappen van de centrale bankiers zat er nog wel goed in. Zowel de dollar als olie gaven nog wat terreinprijs. En Elon Musk lijkt de weg kwijt als topman van Twitter. Na eerst een verbod uit te vaardigen op verwijzingen van gebruikers naar hun accounts op andere social media als Instagram en Facebook, vraagt hij nu in een poll of hij wel als topman moet aanblijven en bij het eh, net aangekochte Twitter. Overigens, vooralsnog lijkt een kleine meerderheid inderdaad te vinden dat hij beter weg kan. Een vertrek daar zal overigens als een opluchting voelen voor aandeelhouders bij Tesla. En ondertussen stapelen de schulden zich op bij Twitter. Goldman gaat op basis van de huidige economische outlook duizenden banen schrappen. En in China schieten logischerwijs de besmettingen omhoog, maar wel met een veel minder gevaarlijke omicron-variant. De index viel 2% terug, de andere indices in Azië waren minder negatief, maar sloten wel wat lager. Noord-Korea blijft ondertussen ballistische raketten afschieten en dat baart wel wat zorgen bij Zuid-Korea en Japan. De futures in Amsterdam duiden vanmorgen op een iets hogere opening naar de forse daling van afgelopen week. De laatste handelsdagen van het jaar zullen overigens wel gekenmerkt worden door lagere volumes. En binnen de EU lijkt een akkoord daarover de reductie van CO2-uitstoot. Er zal fors betaald moeten gaan worden voor CO2-rechten door industrie en andere bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de uitstoot. De discussie over de rol van Fugro bij de do dodelijke dijkdoorbraak bij een mijn van Velen in Brazilië speelt weer op. Na een documentaire zou blijken dat Fugro in tegenspraak met eigen onderzoek wel degelijk betrokken zou zijn. En in Brazilië is het onderzoek ook heropend. Op de agenda vandaag IFO ondernemers vertrouwen uit Duitsland. We hebben arbeidskosten uit de eurozone en vertrouwen huizenbouwers uit de VS. Bij de analisten verlaagt Berenberg het advies op Nationale groep naar houden, maar het koersdoel blijft 52,80. We zien ING zet Alberts op houden, koersdoel 35. Goldman zet Ardenix op kopen, koersdoel 453 euro. En Bernstein zet Porsche op verkopen, koersdoel 85, maar zet koopadviezen op BMW, Mercedes en Volkswagen. En morgen is er weer een Markets Update van BNP Paribas.